Buen día y bienvenido. Nosotros contentos con viajar más por join-nos con el programa aquí de Papia Vida. Nosotros contentos con un viaje más nos porta tiempo casa. Ave con algún invitado especial. Nos tiene Herald con Matilda, donde conozco quien está Senior Pastor de City Life Church aquí en Holanda. ¿Cuál es el programa aquí está parte de Papia Vida? Pues nos tiene un privilegio conversar con él. Entonces nos va a introducir por estar nada habitualmente y conversar ahora con una población que reconocí con la persona aquí. Herald Matilda, pues Herald Matilda, welkom in ons programma. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik heb net verteld dat jullie de senior pastors zijn van City Life Church. En deze programma, Papia Vida, is daar onderdeel van. Vertel iets over jullie zelf. Wie is Herald en wie is Matilda van de Ridder? Oh ja, dat is, wat wil jij beginnen? Wie ja zijn, hoor, ja. Ja, we, hebben, we zijn nu inmiddels bijna 25 jaar voorgangers. We hebben twee kinderen, een zoon van 30 getrouwd en twee kleinkinderen daarvan. En we hebben een dochter van 27 en ook getrouwd. Ze werkt ook bij ons in de kerk. Ze heeft ook een zoontje. En we hebben het een beetje druk met de kleintjes. We hebben druk met jullie allemaal. Ja. Ja. Zij vooral. Zij is een hele lieve oma. Ja. Met heel veel oppas en zo. Zodat onze kinderen veel kunnen doen. Ook inderdaad in de kerk. Ja. 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 Maar wij doen ook al wat in de kerk hoor. Jawel. Jawel. Mensen vragen zich misschien af, wie waren jullie zeg maar voordat jullie voorgangers waren? Wat was een normale baan? Ik was onderwijzeres en lerares. Een paar uren mocht ik ook godsdienstonderwijs geven op de middelbare school. En verder gewoon groep 3, 4. Ja. Ja. Ik heb bijna 10 jaar gewerkt bij KPN. Eerst in Utrecht, daar hebben we een tijd gewoond, daar zijn we ook getrouwd. En toen in Den Haag. Eerst in de logistieke afdeling en later implementatiecentrum vernieuwingen. Dus we hebben heel veel geleerd, of ik heel veel geleerd bij KPN over vernieuwingen van de organisatie. Ja. En het grappige is dat mensen bij KPN reageren op organisatieveranderingen precies hetzelfde als mensen in de kerk. Ja, kijk. Nou, we zien dat terug, zeg maar, die resultaten van 25 jaar later in onze kerken die we hebben. Jullie doen dit 25 jaar. Waar komt die passie en liefde voor mensen en God vandaan? Ja, nou kijk, in mijn geval, ik ben op mijn, toen ik 18 was als beginnende student heel bewust tot geloof gekomen. Ik had nooit een kerk gezien van binnen, ik was heel depressief. En God heeft echt een wonder gedaan om depressiviteit weg te nemen. En er ging een hele nieuwe wereld open, Gods liefde, plan met mijn leven. Mijn grote vraag was, waarom leef ik? Wat is het doel van het bestaan? En ik, dat mocht ik toen allemaal gaan ontdekken. En daar was ik zo blij en dankbaar mee en nog steeds. Dat ik denk, hier wil ik mensen mee helpen. Wat ik heb ontdekt over wie God is en zijn liefde en zijn plan met je leven. Dat willen we zo goed mogelijk aan mensen vertellen. Helpen om dat ook te ontdekken. Dus dat is de hele reden waarom we doen wat we doen eigenlijk. Ik ben geboren dat in een protestantse kerk kwam ik altijd. Mijn moeder die zag dat ik altijd ziek was. En toen was ik 2, 3, 4 jaar oud. Dus heeft elke dag een uur uit de mooie kinderbijbel voorgelezen, want de dokter had gezegd dat ik 1 jaar of 10 zou worden. En dat was het. Ik was enig kind en ze hebben lang op mij moeten wachten. Maar ik kwam toen in die tijd in een rolstoel terecht en toen heb ik eigenlijk tot God uitgeroepen. Als u bestaat, laat het me zien. Ik wil uw dochter zijn. Wilt u mijn vader zijn? En dat was alsof de hemel open ging. En toen dacht ik, het komt goed. En vanaf dat moment ben ik nooit meer in het ziekenhuis geweest, nooit meer ziek. God is goed en ik wil mijn leven voor hem leven. Hij heeft een plan voor mijn leven, voor ons leven. En ook voor de ABC-eilanden, we houden ervan. Het is, mensen om je heen hebben gewoon hulp en God nodig. En ook de vreugde van hem en de kracht van hem en de inzicht van hem en de wijsheid en openbaringen. En dat is gewoon mooi. Ja. En toen ik 11 jaar geleden, zijn we dit jaar, 11 jaar geleden dat ik hier in deze kerk zeg maar, naar binnen liep. Hij is alweer oud, hè? Hij is alweer ouder. Je hebt toch geen grijs haar? Ik heb wel heel veel. Ja, ik wel een beetje. Ja, we doen ons best, maar... Volgens mij is je eentje doorheen te praten. Ja, maar toen ik binnen liep, ik kan me nog heel goed herinneren, volgens mij gebruik ik dat nog steeds af en toe. Church but different. Wat betekent dat? Ja, dat gebruik ik nog steeds. Ja, dat is een goede vraag, omdat... heel veel mensen hebben misschien een heel verkeerd beeld of vervelende ervaringen in het verleden met kerk. En denken, ja, dat is niks meer voor mij en kerk is ouderwets. En hoe bedoel je relevant voor nu, vandaag? We willen laten zien dat de kerk nog steeds Gods plan is. En dat God het mooi heeft bedoeld, goed bedoeld.
En dat het misschien heel anders is dan waar je aan denkt als je het woord kerk hoort, waar sommige mensen aan denken. Dus vooroordelen, zeg maar soms misschien ook echt vervelende ervaringen in het verleden. Dat we proberen een kerk te bouwen waar het toch een beetje anders is, denken we. Dus dat is een uitdaging die we bij onszelf neerleggen om het plan dat God heeft met de lokale kerk, om dat zo mooi mogelijk te bouwen met elkaar. Ja, leven brengen en bijvoorbeeld trainingen voor huwelijken, trainingen voor opvoeding van kinderen, trainingen van wat is nou het geloof. Maar ook met elkaar community. Niet alleen maar van nou zitten, luisteren zoals het veel vroeger was. En ja, en ook een beetje, mensen zijn niet volmaakt. Ja, hij ook niet, ik niet, allereerst ik niet, jij niet. Dus genade, wij hebben vaak het beeld van, oh, als iemand iets verkeerd zegt of afwijst of jou niet ziet, of, dan van dat is de kerk, maar het is die persoon. Het is niet de kerk, het is een verschil. Ik wil die vraag wat later in het gesprek even vragen, maar ik vraag nu meteen, want er zijn toch mensen die misschien nu kijken die misschien geen goede ervaring heeft gehad met de kerk, voorganger, of christenen. Heb ik ook. Teleurgesteld. Hebben wij ook. Wat zou je dan tegen die mensen willen zeggen? Ja, nou, de kern is het plan wat God heeft is een goed plan. En ik moest ook regelmatig weer terug naar hoe had God dit ook weer bedoeld, weet je wel? Net als met huwelijken. Een heleboel huwelijken lopen stuk. Maar het plan wat God heeft met een huwelijk is mooi, is echt mooi. Dus je moet vaak weer terug naar hoe heeft God dit nou ook weer bedoeld? En dan op zoek naar goede voorbeelden. Er zijn ook goede voorbeelden. Dus er gebeuren soms gekke dingen. Wij hebben ook allemaal verhalen over leiders in ons leven, voorgangers die hadden ruzie, uit elkaar gegaan, gescheiden, helemaal niet meer met God, eentje met financiële toestanden. Vechten dus dan, met de oudste. Ja. Dus dan heb je de neiging om te denken, joh, laat het allemaal maar, voor mij hoeft het niet meer. Maar dan ga ik altijd weer terug. Ten eerste, dit doet God dus ook heel erg verdriet, want het laat helemaal geen goed beeld zien van wie hij is. En dat is natuurlijk heel erg verdrietig. En ik wil terug weer naar Gods plan, want dat is een goed plan. God heeft het goed bedoeld. Hij heeft de kerk mooi bedoeld. Het is de bruid van Christus, noemt hij dat, hè, de Heer Jezus. Maak je klaar als een bruid en een bruidegom. Er wordt een hele mooie liefdestaal wordt daar gesproken. Terug naar Gods plan. Vergeven, stappen over teleurstellingen heen. Want één ding is heel belangrijk. Als jij in teleurstelling blijft hangen. Want we begrijpen de teleurstellingen, die zijn soms heel reëel. Maar als je in blijft hangen, dan staat jouw leven stil. En mis je toch een heleboel wat God wel voor je heeft. En de rest draait gewoon door. Dus dan ben jij aan het eind van de rit heel teleurgesteld en sta je al een paar jaar stil terwijl de rest van de wereld gewoon doordraait. Dus ik heb gezegd, nee, ik wil die teleurstellingen teruggeven aan God, terug naar zijn originele plan en dat is nog steeds mooi en dan pakken we weer moed en dan gaan we toch iets moois van maken. Ja, en zoek ook kerken die dat niet hebben, in dat opzicht van niet ruzie maken en niet de stempel druk erop leggen of wat dan ook, of de wet. Of regels, of angst. Maar zoek waar jij tot bloei komt, waar je tot persoonlijke ontwikkeling komt. En waar je verder kan. En waar onvoorwaardelijke liefde is. Want dat moeten we toch met elkaar leren. Dat is net als met kinderen. Jij hebt ook kinderen. Maar die kleintjes die moeten leren om te vergeven, om toewijding te maken. Toewijding. Oh, niet van ik voel en dan weg. Maar nee, je hebt toewijding nodig om iets af te maken. Om door jouw hobbel van jouw pijn of jouw hobbel van jouw teleurstelling, om er overheen te gaan naar van, maar dat is een groter doel. God heeft een plan met mijn leven dat ik mijn talenten mag gebruiken om hem bekend te maken en om andere mensen ook met God bekend te maken. En echt een relatie met hem. Dat is anders dan regels en wet en zo. Ik geloof dat sommige mensen een beetje in de isolatie dan terecht zijn gekomen door teleurstelling en dat maalt maar in hun hoofd. Isolatie is echt niet goed voor je. God heeft bedoeld dat je goede vrienden, goede mensen om je heen hebt. Het huisgezin van God, zeg maar. Dat je inderdaad leert om te vergeven, dat is ook een belangrijk ding. Niet blijven hangen in teleurstelling of in pijn en niet terugtrekken in de isolatie. Een stukje verwerking, dat kan. Maar jij zoek een paar vrienden. God, als je ervoor bidt, hij heeft vrienden, noemen wij vrienden van jouw bestemming. Die jou wel verder helpen. Niet iedereen is slecht, niet elke kerk is slecht. Dat is echt niet waar. Dat is... Hoe identificeer je, zeg maar, die vrienden van jouw bestemming?
Wat zijn kenmerken van zo'n persoon? Ja, kort gezegd, in het onderwerp waar we het nu over hebben, mensen die je begrijpen, die jouw teleurstelling begrijpen, niet een bijbeltekst, dit is de dag die Heer ons geeft, laten we ons verblijden. Terwijl jij een moeilijk ding hebt meegemaakt, dan voel je je niet begrepen. Dat is geen vriend van je bestemming, dan zit je langs bijeen te praten. Dus hij begrijpt je situatie, is er zelf doorheen gegaan en is er goed uitgekomen. Ja. Dus ik begrijp je, maar deze stappen hebben mij geholpen. En die gaan jou waarschijnlijk ook helpen. Dus die heeft altijd op het beste met jou voor, samen met God en Gods plan met je leven. Slechte vrienden, vrienden niet van je bestemming, die zitten in een cirkeltje, oh, wat is dit toch allemaal vreselijk. En daar gaat nergens heen. Dus het is iemand die je eruit trekt en weer omhoog en weer verder in beweging krijgt. Ja, want teleurstelling, als je dat vasthoudt, na 10 jaar heb je nog steeds diezelfde teleurstelling. Maar dan heb je in je geest, in je zijn, van binnen, dan ben je heel gauw teleurgesteld. Dan kan het zijn dat je op vakantie bent, misschien naar Bonaire voor ons, of jullie naar een ander eiland, of jullie naar Nederland, maar dan heb je nog snel dat je heel gauw teleurgesteld bent. Het is mooi weer, oh, het is te warm. Oh, je hebt bijvoorbeeld in een restaurant eten, ja, het is nu een beetje gepeperd, of het is een beetje teleurstelling. Is iets wat jou gevangen kan maken, wat jou steeds achtervolgt. En ik denk dat teleurstelling, kom vrij van teleurstelling, stap over teleurstellingen heen. Zorg ervoor dat je gevoel jou niet beheerst, maar de geest van wijsheid, de geest van de Heilige Geest, de waarheid. Hij wil je leiden, hij zal laten zien of je linksaf of rechtsaf moet gaan op je levenspad. En heel veel mensen doen wat ze zelf willen en dan is het uiteindelijk, dan zijn ze al 70 plus of zo. En wat dan? Als ze zo oud mogen worden, wat dan? En dan denk ik, joh, jij mist de vrucht van je leven. Als je 30% vrucht hebt, ga voor 60. Heb je 60, ga voor 100% vrucht. Voor de Heer, hè? Niet voor jezelf. Maar ik denk dat God zoveel meer heeft. En God is niet een God van hetzelfde. Heel veel mensen blijven babychristen. Ja, dat is saai. Dat is niks aan. Altijd maar een luier om is niet zo leuk, toch? Altijd verzorgd moeten worden is niet zo leuk, hè? Nee? Ja, we zeggen wel, smaak van je test, testimony. Ja. Dus waar jij nu misschien doorheen gaat aan teleurstellingen of situaties. Als je er goed doorheen komt samen met God, kan je anderen gaan helpen om daar ook goed mee om te gaan. En weet je, de Bijbel is gewoon goud eerlijk. De Heer Jezus had hele moeilijke dingen. Hij had 12 mensen in zijn team. Er was een tijd dat Judas was weg en Petrus staat dat hij eigenlijk uit het team was. Hij verloochende hem. Hij had er nog 10 over. Hij was een perfecte leider. David schrijft heel veel over teleurstellingen en hoe hij dan toch weer naar God toe gaat. Dus de Bijbel is goud eerlijk. De Heer Jezus zei, in deze wereld leid je verdrukking, maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dus weet je, de eerste teleurstelling kan al zijn als je een verkeerd beeld hebt van je leven met God. Dit is niet de hemel hier. Sommige mensen denken, met de Heer dan is alles geweldig. En dan is het een keer niet geweldig en zijn ze teleurgesteld. Dat heeft te maken met je beeld en je verwachting. God heeft nooit gezegd dat dit allemaal een fantastisch leven zou zijn. Hij heeft laten zien, de Heer Jezus, de apostelen gingen allemaal door moeilijke situaties heen, maar kwamen er wel sterker uit. Dus ik ben heel dankbaar dat de Bijbel goud eerlijk is daarover. Dat is, oh, God begrijpt mij dus inderdaad nu. Ja, en je hebt dalen, Psalm 23, het dal, een diepe duisternis, je ziet geen hoop, je ziet niet waar je heen moet. En dan is het, ga nog meer naar God, ga hem zoeken, zoek de Bijbel, de waarheid en zoek mensen die verder zijn dan jij, wat jij net ook al een beetje noemde. En dan denken mensen, ja, ik heb het dal gehad, maar je wandelt door op je leven en er zullen nog meer dalen komen. En dan is dat normaal. En wij denken vaak, het moet alleen maar goed zijn als ik maar gelukkig ben. Maar dat is egocentrisch, dat is ikgericht. En dit is geen hemel op aarde. Zelfs Bonaire niet, zelfs Aruba niet, zelfs Caruso. Bijna, voor de Hollanders is het bijna hemel op aarde. En vooral dat blauwe en dat witte zand. Oh, en die gekleurde huisjes. Nee, maar bijna hemel op aarde en dat toch net niet. Jullie hebben net al een paar tips gegeven over hoe je dan zeg maar door zo'n dal heen gaat. Maar voorgangers, jullie zijn ook mens. Dat vergeten mensen soms. Jullie maken ook fouten, jullie maken ook dingen mee. How do you navigate through a season like that? Zeg maar, tips, een paar. Bom vindo back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo meu, eu vou saber quem está, vou distinguir este ano por quem está. Vou tentar conjurar, então, vou tentar
Pintaba dati un bashi. Ta pita e persona su perspectiva na. Sei da importante de comunicazione, no? A mi so e mi mes, però tipo e tambi che che tambi pensa, che tambi sente. Dat is mijn redding. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Ja. Jullie hebben net al een paar tips gegeven over hoe je dan zeg maar door zo'n dal heen gaat. Maar ja, voorgangers, jullie zijn ook mens. Dat vergeten mensen soms. Jullie maken ook fouten, jullie maken ook dingen mee. Hoe how do you navigate through a season like that? Zeg maar, een paar tips, een paar ideeën. Nou, wij hebben ook vrienden van onze bestemming. Dus collega's, voorgangers van andere kerken, zeg maar. Sommige van hen zitten in ons bestuur. Dus als wij het moeilijk hebben of moeilijke situaties, dan gaan we naar hun toe voor advies en praten. Wij hebben een paar collega's die gewoon collega's zijn, peers. Mm-hmm. Waren we gisteren nog bij een leuk echtpaar, kan je gewoon lekker praten en delen. En we hebben ook een paar mensen die gewoon ook, ja, sommigen zijn verder dan wij. Dus die zeggen, Erel, ik snap het, we hebben dit meegemaakt. Weet je, er is de oude Nederlandse gezegde, gedeelde smart is halve smart. Het is zo belangrijk dat je iemand zoekt die jou snapt, wat ik net al zei. En die er doorheen is gegaan. Dus wij zoeken dan die mensen op, van joh, ben ik nou gek? Nou, of, ja, en de andere kant, als er geen mensen zijn die je snappen, dan heb je nog steeds, ja. Ik bedoel, met pionieren heb je dat, of met bepaalde ervaringen heb je niet, maar je hebt wel geloof en je hebt vertrouwen in God. Daar waar wij als Hollanders de controle, het niet meer als mens zijnde het snappen of zien, dan is er wel een God die wel alles onder controle heeft. Niet dat het allemaal dan okido is, van, maar wel helemaal aan het eind van je pad heb je wel de kroon en het eeuwige leven en een nieuw leven. En hij bedankt je, het loont bij God. Maar nu heb je toch dat je denkt, ja, maar ik leef niet voor mijzelf. Hier komen we wel doorheen met hem. Ik moet denken aan Paulus. Misschien kom ik nu toch even met een Bijbelverhaal, dat mag wel. Maar Paulus, die als je nou iemand met teleurstelling wil hebben. Paulus had schipbreuk. Paulus die had een doorn in het vlees. Paulus had een slangenbeet. Paulus had geen vrijheid meer, hij zat in de gevangenis. Paulus zijn beste vrienden, associates, vrienden, die verlieten hem. Want ja, en dan denk ik, maar dan zegt hij als enige, maar ik ga door. En als hij dit niet had meegemaakt, God ziet het grotere plaatje, dan had hij nooit de Bijbel, want een heel stuk uit de Bijbel is geschreven in de gevangenis. Later is dat een stuk van het Nieuwe Testament geworden. Maar dan hadden wij dat nooit gehad. Maar God zag wel dat plaatje. Ik denk wel eens van, ja, zorg dat mensen je niet raken. Maar zorg dat je weet, ik ben geliefd door God. Ik ben geaccepteerd door hem. Mijn hoop blijft op de rots, ongeacht de omstandigheden, want er kan wel oorlog of er kan wel gebrek aan eten of gebrek aan, of er zijn stormen of wat dan ook, maar mijn God, daar moet je aan vastklampen, ja. Boven alles. Hoop is toch een iets wat telkens weer naar boven komt, zeg maar, the happy expectation, yeah, for something better, zeg maar. Yeah. Dat een van de dingen zijn, zeg maar, die ons door moeilijke tijden heen, ja, slepen. Ja, hoop is, het staat natuurlijk in Hebreeën, hoop is de hoop in Christus, hè? Niet zomaar hoop, maar hoop op Jezus, en, is een anker voor je ziel. Dus als je door moeilijke situaties heen gaat, dan heb je het gevoel dat je scheepje heel erg heen en weer wordt gezwiept, misschien door de stormen, door de golven. Maar dan ligt je schip vast voor anker als je je hoop inderdaad stelt op Jezus. En ja, wat er ook allemaal gebeurt, maar hij is mijn hoop. Uiteindelijk is het zelfs de hoop op heerlijkheid. Dat klinkt dan, maar dat je zegt, nou ja, wat we allemaal meemaken in dit leven. Uiteindelijk, als ik trouw blijf, de Heer blijft dienen, dan mag ik voor eeuwig bij hem zijn. Dus mijn echte hoop uiteindelijk is altijd het eeuwig leven met Jezus. En soms moeten we ons elkaar daar even aan herinneren. Weet je nog, dit is tijdelijk, hè? Only for a while. Ja, je wordt grijs, maar, je hebt rimpeltjes, je wordt ouder. Dus, dit is alleen maar een tijdje. We hebben, onze echte hoop is het eeuwig leven met Jezus in de hemel bij hem. Ja. Dus het is nogal een groot ding en belangrijk om altijd goed voor ogen te houden. Als we het hebben over jezelf blijven ontwikkelen. Jullie
zijn daar constant mee bezig, zeg maar, vernieuwend in leiderschap en de manier waarop je dingen doet. Wat zijn tips die jullie kunnen geven, zeg maar, voor jezelf persoonlijk, maar dan ook voor de organisatie of de kerk die je dan leidt? Ja. Optrekken met mensen die verder zijn en goede boeken, goede leiders, goede mensen om je heen. Want goede mensen om je heen geeft ook een goed denken. Wij denken wel eens, we moeten de hele wereld helpen. Ja, je moet mensen helpen, maar die mag je zelf kiezen wie je wil helpen. Maar je hebt ook altijd een stukje van, je moet zelf wel ook gevuld. Je moet vanuit een overflow kunnen geven en je moet kunnen verder groeien met goede boeken. Leiderschapsboeken en Ja, ik dacht al dat je zou beginnen over boeken. Tuurlijk. Mathilde leest heel veel, maar dat is gewoon heel erg goed om jezelf te blijven voeden en weet je wel, de goede boeken die je toerusten en ook door die je helpen om door moeilijke situaties heen te gaan. Dus er is één boek dat heet Leadership Pain. Dat is de titel van het boek. Dat hele boek gaat over waar leiders doorheen gaan, de pijn die ze soms meemaken met het werken met mensen. En hoe ze er doorheen zijn gekomen. En allerlei getuigenissen van bekende voorgangers die we allemaal kennen uit Amerika en zo, grote kerken. Maar die worden we helemaal blij. Ja. Dan worden we helemaal blij. Het is echt belangrijk dat je ontdekt, voor mij in ieder geval, van ik ben niet gek, het ligt niet aan mij, ik ben niet de enige. Dat is een vijand. Ja, dus zij gaan ook door dat soort dingen heen, zijn er ook goed uitgekomen. En dat is meer leiderschapstaal, maar door pijn heen groeit jouw capaciteit. Als je goed door pijn heen komt, is aan het einde van de tunnel je capaciteit vergroot. En kan God je meer toevertrouwen. We zitten niet de pijn alleen maar uit te zitten, to endure, maar er is een reden voor. Als je er goed doorheen komt, dan wordt je capaciteit vergroot. Dus dat is deel van je ontwikkeling als mens en als leider, dat je soms door die dingen heen gaat. En dan kan je vervolgens weer anderen ermee helpen en daarmee wordt je wereld groter en je capaciteit groter. Ja. En er is een verschil tussen droefheid, dus rouwen om. Dus die pijn bedoelen we niet. We bedoelen pijn aangedaan, dat er onrecht is of dat het moeilijk om je heen is. Of dat mensen je verlaten of je niet zien of woorden. En ik denk van, zolang je denkt ik wacht tot de pijn voorbij is, gebeurt er niks. Dan neem je pijn mee. En mensen met pijn doen mensen andere mensen ook pijn. En als je getrouwd bent en jij hebt pijn van hele andere situaties, maar dan zal die pijn ook in het huwelijk zijn of naar je kinderen toe zijn. Dus laat pijn los. Geef het aan God. Zeg maar, Heer, hier is het. En denk er niet meer aan. Loslaten is achter je laten, maar dan wel vooruit. En kijk naar het doel wat God voor je leven heeft en dat er meer is dan dit. Ja, dat God ook wonderen kan doen. God kan oplossingen geven, de juiste contacten, een idee, een juist bijbelgedeelte, mensen die ideeën hebben of advies. Dus je hebt elkaar ook nodig. We gaan niet alleen, ga niet zitten wachten en ik heb zo pijn. Het is mooi dat er geen geur om je heen hangt van pijn, maar dat er een geur is van leven en van dankbaarheid en van vreugde. Ja, want die geur om je heen, dat is een rotte geur, zeg maar. Maar jullie hadden het net over de leadership pain uitgebreid over gehad. Maar geef nog even één golden tip die u aan leiders zou willen geven, leiders die nu meekijken. Wat je doet is echt belangrijk als leider. Je verandert echt levens, hou dat goed voor ogen. Laat je niet ontmoedigen, pijn hoort er soms bij. Maar geef het terug aan de Heer, zoek goede vrienden van je bestemming en ga door met het mooie werk als leider zeker, wat je aan het doen bent voor de Heer. Ja, mooi. Ja. En u? Ja, ik zou ook zeggen, geef nooit op, ga door en laat je nooit weerhouden. Laat geen blokkade te groot zijn, want God kan bergen verzetten, bij wijze van spreken. Maar weet wel dat Hij met je is en dat is belangrijker dan wat dan ook. En laat nooit een emotie tussen jou en God zijn, waardoor misschien onvergevingsgezindheid komt. Want dan heb jij een groter probleem en dan ben jij de gevangene. Dus dat willen we niet. Ook niet op het eiland. Eilanden. Ja. Helaas kunnen we niet verder kletsen. We zullen waarschijnlijk weer een keertje zeg maar, met jullie aan tafel zitten om verder te praten over leiderschap en alles wat jullie doen. En
alle wijsheid die jullie kunnen meegeven. Even voor het afsluiten, hebben jullie nog een leuke herinnering? Jullie zijn van naar alle drie eilanden geweest. Ja. Aruba en Curaçao, ja. Jaren mooi. Geleden. Mooi, ik ga niet zeggen welk eiland het mooiste is. Alle drie zijn mooi. Bonaire is ook een ja. Alle drie zijn mooi, heel mooi. Ja. Ja. En 2 jaar geleden zijn jullie nog naar Bonaire geweest. Ja. Hebben jullie nog een fresh herinnering? Ja, van, het is mooi. Mooi eiland. Ik vond het wel leuk dat we met dat bootje gingen varen met een best een krachtige motor. En dan zit je toch een beetje op de oceaan. Toch? Dus dat ging lekker hard en snel. En toen hadden we ook nog even een moment dat we langs, ik dacht de Karel Doorman, een van de marineschepen van Nederland vaarden. En dat die kapitein natuurlijk naar buiten kwam van wegwezen. Maar ik vond het wel, even zo boos. Maar ik vond het wel gezellig allemaal. Jij vond het wel leuk. Ja. En ik vond het gewoon prachtig dat weer. Heerlijk zo. Ja. Daar, die flamingo's hebben we gezien. Sindsdien heb ik echt allemaal dingetjes met flamingo's. Ik heb nog 3 flamingootjes thuis. En de struiken die vol met bloemen zijn. Dat was toen op Curaçao. Daar hebben we die mooie, die zijn natuurlijk ook bij jullie, maar ook die mooie struiken van, met die bloemen. Prachtig, 2 meter hoog. Allemaal kleuren, verschillende kleuren. Ja, dat kan me nog herinneren. Dankjewel voor jullie tijd. En dankjewel voor alle wijsheid die jullie willen delen met ons. En we hopen jullie snel weer aan tafel te reizen. Dankjewel. Ik ben Arturo Pauwe en we gaan praten met Erald Matilde, die is de senior pastor van de City Life Church. Como venimos avisando, es aquí el programa que está parte de ese. Yo espero que pueda sacar algo de aquí, que la encorajado y que pueda hacer algo con él. Nos espero que otra semana otro vez aquí en el programa de Papi Vida. Dios bendiga.